Jongeren groeien op in een hectische samenleving waar veel van ze wordt verwacht. Goed presteren op school, sociaal zijn, sportief en creatief. En ook op social media steeds de beste versie van jezelf laten zien. Er ligt meer druk op jongeren dan ooit. Veel jongeren hebben hier moeite mee. Kijk, op je school ligt er een programma vast, vaak al voor jaren. En wordt ook al bepaald vooraf welke doelen er bereikt moeten worden. Maar op Sparrenhof, of in een pedagogische vrijplaats, en daarom noemen we het ontmoeten, gaat het niet om het halen van die doelen, maar om te kijken van, als je nou kinderen hier de kans geeft om te gaan experimenteren en leren, hè, want ze leren er ook heel veel van. Maar niet vanuit moeten, maar vanuit mogen. Wat gebeurt er dan? De vier basisvoorwaarden van een vrijplaats zijn tijd, ruimte, stabiliteit en veiligheid. Deze zijn nodig om te kunnen samenwerken aan een veerkrachtige identiteitsontwikkeling. Een pedagogische vrijplaats is voor mij een plek waar je gewoon met anderen, maar ook op jezelf kan ontwikkelen. Een plaats waar je gewoon in je gang kan gaan. In principe waar je de ruimte hebt en de middelen. Waar je geen negatieve reacties krijgt op wat je doet, zegt, bent, kleedt. Even gewoon alles aan de kant kan zetten en even lekker je eigen ding kan doen met mensen om je heen. Opdrachten kunnen doen, projecten kunnen doen zonder dat daar het cijfer aan vast zit. Gewoon echt rust vinden. Voor het tweede ontwerpprincipe kijken we naar het middelste gedeelte van de plant. Dit staat voor de pedagogische vrijplaats als oefenruimte. Door successen te ervaren, maar ook met tegenslag te leren dealen, zullen jongeren meer veerkracht ontwikkelen. In een vrijplaats krijgen jongeren de kans om te oefenen op drie gebieden. Oefenen met autonomie, oefenen met verbondenheid en oefenen met vaardigheden. Allereerst mogen jongeren leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid. Iedere keer als jongeren hier aankomen, dan is er ruimte, dan is er rust. En ik denk dat dat alleen al helpt om aanspraak te maken op andere hulpbronnen. Ook in jezelf andere dingen te ontdekken en je ook op een andere manier tot anderen te verhouden. Dus ik denk dat die plek alleen al eigenlijk veerkracht bevordert. Voor het derde ontwerpprincipe kijken we naar de kruin van de plant. Deze staat voor het perspectief van jongeren. Hun dromen, wensen, hoop en ambities. Dit gaat niet alleen over de toekomst van jongeren, maar ook over perspectieven voor vandaag en morgen. Ze leren ook bepaalde vaardigheden ontwikkelen, luisteren, communiceren. En dat is op allerlei fronten belangrijk in de toekomst. Als je al kijkt naar bepaalde beroepen waar ze in terecht willen komen. Op het moment dat je een plek als deze ontwerpt samen met jongeren, maakt het ook dat het aansluit op de behoeften van jongeren en dat het dus zal werken. Daarmee is het ook een investering in de huidige generatie, maar ook de toekomstige generatie. Ontmoeten en ontwikkelen. De basis voor een empty farm to fill.